Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, kijk eens wie er is. Hoi. Goedemiddag, Paul. Ja, het is ondertussen al middag. We hebben stiekem al best wel wat dingetjes gedaan ook. En dat moet natuurlijk ook, want we hebben niet zoveel tijd meer. Hè? Eind deze week moet eigenlijk die Volvo rijden. We hebben natuurlijk nog een weekje dat we eraan kunnen spenderen. Mochten we toch nog niet zo ver zijn. Maar we gaan er toch op werken om hem af te hebben natuurlijk eind deze week. Rijend dan toch. Ja, en hier ligt het motorblok. En de versnellingsbak. Ja, Paul heeft die net al eventjes bij de wasstraat met motorreiniger afgespoten. Nou, we hebben dan dadelijk een heel mooi nieuw frame. Ja, dan gaan we natuurlijk niet zo'n morsige motor terug inleggen. Dat zou een beetje jammer zijn. Er zit al een nieuw remcilindertje in en zo. Dus als er wel wat dingetjes zijn er al aan gedaan. Andere olie moet er nog op. Nieuw oliefiltertje en zo. Dat zijn nog dingen die moet ik misschien nog even bestellen. Maar we gaan hem eerst voorzien van een laagje verf. Hey, laten we even binnenkijken, want er is nog meer gebeurd. Ja, ik heb gisteravond nog even wat gedaan. Ik heb een paar van die wieltjes uit elkaar gehaald. Kijk, er waren een aantal waar die velgranden helemaal van weggerot. Ja, die moeten we natuurlijk wel eventjes een beetje gaan herstellen. Ik heb bedacht om gewoon een stukje rond te pakken. Dat slaan we dan hier binnenin. Dan hecht hem zo vast. En dan slaan we die gewoon daar zo langs. En dan kunnen we aan de achterkant kunnen hem dan mooi vollassen. En dan gewoon met een lamellenschijfje eventjes mooi glad maken weer. Dan zijn die velgjes weer goed genoeg. Nou, dat voertuig heeft gewoon heel lang stilgestaan. En die heeft waarschijnlijk tot daar een beetje in de slij gestaan. Dus dat is een werk van jaren. Kijk, aan de bovenkant is die velg nog best prima. Maar ze hebben allemaal zo'n onderkantje wat slecht is. Zie je dat? Dus dat moeten we gaan repareren. Ja, die bandjes eraf krijgen, dat was nog niet zo'n feest. Ik heb met mijn goed gedrag. Ik denk, ik ga even de bandenmachine in orde maken. Even een stekker eraan gezet. Een slangkoppeling eraan. Want die hadden we ergens anders voor eraf gehaald. Dus het nou weer terug erop. Kom ik aan met een wieltje. Leg hem daar zo in de bandenapparaat. Doe die klem dicht zo. Pssst, bandje nog los. Ja, past er natuurlijk niet in. Dat zijn zo'n kleine rotwieltjes. Dus ik heb die met bandijzer er allemaal eraf gevochten. En ja, er hoeft niet echt lucht in te zitten in die bandjes. Want het zijn echt hele stugge japen. Dus ik heb mezelf best kwaad gemaakt. Ik heb op een gegeven moment de banden die echt zo slecht waren, heb ik gewoon met de slijptol hier eventjes die staaldraad die er binnenin zit even kapot gestoken. Ja, met de bandijzer zo'n beetje naar buiten halen. Band en ja, dat is ideaal. Dat is een goede tip hoor. Als je een band hebt waar je, die eraf moet en die toch kapot is. Als je eventjes hier bij de hiel, hè, dat is de hiel noemen ze dat. Dus de wang. De wang is de zijkant, dat is de hiel, daar ligt die in de velg. Daar zit staaldraad in. Als je het even met de slijptol erheen steekt, dan kan je hem heel makkelijk eraf halen, zo'n stugge knaap. Uiteraard is het me wel gelukt om degene die heel was, om die er wel heel af te halen natuurlijk. Ja, dat was geen feestje, maar het is toch gelukt. Dus we hebben drie banden die zijn kapot. Daar heb ik al bandjes voor liggen, voor die kruiwagenwielen. 6 pli. Dus die hebben dan 6 van die kortinlagen. Dat zijn stevige kruiwagenbanden, maar ik hoop dat ze sterk genoeg zijn. We gaan die in ieder geval gewoon halverwege zetten. En dan zetten we die originele bandjes, die zetten we aan het begin en het eind. Waar dat die rups eigenlijk het meest aan gewrongen wordt. Dan zetten we die zwakkere in het midden en dan hopen we dat het goed genoeg is. Oké. Zover voor de banden. Daarnet nog hier nog een boel lastwerk aan gedaan. Niet heel spannend. Ik heb met de kraan gewoon op zijn kant opgehesen en langs de onderkant alles afgelast. Toen op de andere kant, ook daar alles weer afgelast. Motorsteuntje helemaal netjes aangewerkt, hè? Zie je dat? Hier stukjes ingelast. Deze van hetzelfde. Deze ook helemaal langs de onderkant afgelast. Daar nog een paar extra ripjes ingezet en zo langs de onderkant. Dus dit frame is nou in de basis is het helemaal klaar. Natuurlijk moeten er nog wel dingen opkomen om straks een bovenbouw erop te kunnen maken. Maar daarvoor gaan we denk ik gewoon gaten boren of ja, iets erbovenop lassen. En dan moeten we toch weer wel een beetje schilderen. Maar goed, het streven is om nu vandaag eigenlijk ook gewoon grondverf op te gaan zetten. Zodat we echt wel kunnen gaan beginnen met opbouwen. Ja, geen tijd te verliezen. Hey. Oké, even denken, waar waren we? Oh ja, verfspuit, ja.
Hey, maar over verfspuiten gesproken. Kijk wat ik hier heb liggen. Ja, natuurlijk. Een verfspuitenset van HBM. Natuurlijk heb ik al een paar verfspuiten. Maar ja, deze, gezien de campagne, willen we deze natuurlijk eens even aan de tand gaan voelen. En eens even kijken hoe dat deze verfspuiten doen. Het is best een mooi compleet setje, geloof ik. Er zitten 3 verschillende spuiten in. Dus laten we eens even gaan kijken. Kijk eens aan. Ja, dat ziet er netjes uit. Bovenbeker spuiten. Dat vind ik altijd fijn. Daar ben ik altijd wel fan van. Het grote voordeel van een bovenbeker spuit is dat je al je verf op kan spuiten. Als je een onderbeker spuit hebt, daar zit natuurlijk zo'n aanzuigbuis in. En dan krijg je het laatste niet eruit. Ja, sommige mensen die zijn helemaal fan van die onderbekers. Ja, het voordeel is dan als er iets verontreiniging in zit wat naar beneden zakt, dan heb je daar geen last van. Maar ja, je kunt best maar zorgen dat je gewoon schone verf hebt natuurlijk. Dus even kijken, wat we hebben er allemaal bij gehad. Kijk, we hadden het natuurlijk over vervuilingen in de verf. Ik zie dat er een zeefje bij zit. Kijk, dat is natuurlijk perfect, hè. Kijk, dat lost dan natuurlijk op. Die zeefjes die kunnen daar gewoon in. Kijk, dan heb je geen last als er een paar van die vlokjes of velletjes in je verf zitten. We hebben verschillende spuiten erbij gehad, zie ik. En een reduceertoestelletje zit er ook bij. Ik stel hem meestal op een bar of 2 in om te spuiten. Nou, dit is niet gek, maar een reduceertoestel hebben we natuurlijk gewoon eentje met een koppelingetje eraan. Dus ik denk dat we die niet gebruiken. Maar de verfspuiten gaan we uiteraard wel proberen. Eens even kijken of we er nog meer bij hebben gehad. Ja, dat is wel handig. Ideaal. Natuurlijk om de spuit mee schoon te maken, hè, na het spuiten. Niet aan de borstels. Ja, we hebben er 2 bij gehad. Ja, en zo'n gereedschapssetje om de spuit te demonteren. En maar liefst 3 verschillende verfspuiten. Dit is echt een schatje, deze. Even kijken, welke maat is deze? 1,2 of zo. Ja, hey, kijk hier, nieuwe verfspuitjes. Ja, hey, eentje 0,8 is deze. Echt een kleintje. Je kunt er bijna mee airbrushen. Ik wou net zeggen, ja. Ja, dat is mooi. Maar de spuit die wij nu nodig hebben, in eerste instantie, is de grote meneer. Kijk, 1,7. Dat is ideaal om grondverf te spuiten. Kun je namelijk een dikkere lager opzetten. Hoeft de verf ook niet zo dun te zijn natuurlijk. Dus dat is, die gaan we dadelijk gebruiken. Ik zie er hier nog eentje en dat is een 1,4, dat is echt om lak mee te spuiten. Volgens mij zijn het zou zeggen dat het dezelfde spuiten zijn, dat er alleen een andere nozzle op zit. Ik moet eens even kijken. Hey, ja, dit is mooi. Volgens mij zijn deze hetzelfde als die andere spuit die ik heb. Ja, kijk. 1,4. Eens even zien. Sleuteltje erbij. Oké. Oh, hey, nee. Ik zie het al. Deze is voor het kleine spuitje en dit is voor die grote. Nou, er zit net zo vet op ook. Ja, laat de naald gewoon even erin zitten. Die hoeft er nou niet uit. Ik ben vooral benieuwd of dat die bodies hetzelfde zijn. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, die body is gewoon hetzelfde. Lijkt ook wel dat het... naald lijkt bijna hetzelfde, maar dat kan eigenlijk niet. Oh nee. Nee, deze is die 1,4. Eens even kijken. Die daar. Ja, aluminium bekers. Oh, een flinke beker trouwens. Zo. Ik ben benieuwd, want dit is eigenlijk dit is precies dezelfde spuit als die ik al heb eigenlijk. Maar. Ja, nagenoeg dezelfde nozzels. Volgens mij kunnen ze gewoon uitwisselen zelfs. Nou, dit is best een mooi compleet setje natuurlijk. Alleen één ding mist. En... Woep.
die moet je natuurlijk niet vergeten erbij te bestellen. Luchtnippeltjes. Als het goed is, kijk, dat is een feestje. Laten we die meteen allemaal opzetten. Kunnen ze daar gaan proberen. Ja, 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 fancy, fancy verf spuiten, hè. Als je die nou ook wil, Black November deals. Hé, hey, we gaan kijken of ze het ook doen. En we gaan beginnen met die grondverfspuit. 1,7. We hebben natuurlijk allemaal gestraalde onderdeeltjes liggen. Waar een laagje verf op moet. Dus dat gaan we eerst doen. Ik zal even wat spullen daar neerhangen. En dan gaan we er het verf tegenaan blubberen. Ja, en hier van hetzelfde. Hè. Nu moet ik nog deze hangbaar klaar. Die moet ik even afblazen en ontvetten. Voor nog een beetje schoonmaken. Kan hier ook verf tegen. Ja, deze moeten we hier nog een beetje ronde kantjes aanslijpen. Hier wat roest wegslijpen, zie ik. En dan ook nog af naalden, bik hameren. En dan denk ik dat het ver klaar ligt allemaal. En dat is mooi. Morgen komen als het goed is die afdichtingjes binnen. Die draagarmen er allemaal op. Als we dan al wielen klaar hebben, zouden we die ook al op kunnen misschien. Oké, nou laten we gauw verder gaan. Des te eerder is dat klaar. Want hoe onderdelen, joh. Zo'n onderdelen aan vrienden. Ja, daar zitten genoeg onderdeeltjes aan. Dat zal het niet aan liggen. Ik heb ook wel genoeg ijzerdraadjes. Deutjes, kijk, het is wat ouder dan. Daar hangt het allemaal. Hè? Nou, kunnen we net niet zeker op camera zien. Kijk wat de volgorde is. Met stof weglukken, hè? Ja. Laat hem gewoon helemaal aanmaken in het blik, want ik denk dat we toch nog genoeg nodig hebben daar. Dus we kunnen nog even de lol op. Hè? Gewoon wat tin erbij. Nou, we moeten hem niet te dun maken nu, hè. Grondverf spuit. Dan mag die verf best wel dik zijn. Ik denk dat we zo eens moeten gaan proberen. Oh, nou, daar vallen een paar krellen mee in. Dat is echt niet de bedoeling. Ah. Kijken of het nou beter is dan. Nee. Ik zie het. Daar ligt vuil in. Kijk. En gelukkig hebben we een zeefje in de spuit, dus die kan er wel het een en ander opvangen. Maar toch heb ik het liefst er eigenlijk ook niet erin hebben. Oh, valt er terug erin. Ja? Ja, daar moeten we dus echt nier in hebben. Ja. Ik heb een zeefje, ik ben benieuwd of dat hier doorheen gaat. Het is best wel dikke chap natuurlijk. Jawel, het gaat niet zo snel, maar het werkt wel. Ik zit te denken, voor we dit allemaal erin gieten, laten we eerst even kijken of die wel dun genoeg is. Want hij is nog eigenlijk dik wel ook, hoor. Daar zit alles in het blik. Of tenminste, zit alles in de spuit. Kunnen we het weer terug in het blik gieten. Nou, er zijn wel wat vellen in blijven hangen, ja. Nou, laten we eens kijken of dat goed is. Oké. Okay. Mag. Wel met twee ellen, hè? Ja.
verrast, ja. Niet straks af. Nee. Ja. Dat is ook goed. Kijk maar eens. Dat is fijne verfspuit, zonder gekheid. Nou zegt iedereen, ja dat zegt hij natuurlijk. Want daar wordt hij voor betaald, maar het is echt serieus gewoon een fijne verfspuit. Kijk maar. Behoorlijk dikke verf. Spuit hem er super strak op. Mooi hoor. Nou weet je wat fijn is? Ik heb nou dit. Ik heb dit helemaal dicht staan bijna. Dat hij niet te veel, dat hij niet heel breed spuit. Wat je hiermee doet, je kunt hier uit de lucht die hij langs de zijkant blaast, langs deze gaatjes, kan je daarmee regelen. En dan, dan wordt de straal wordt dan breder en smaller. Maar ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Dus ik wil het liefst een beetje een strakke bundel. Ja, verder, hier zo. Daarmee kun je dat is eigenlijk de aanslag voor de naald. Maar dat gebruik ik nooit. Ik doe het altijd zo. Kijk, nou komt er nog niks uit, zie je. Op het moment dat je eigenlijk deze verder naar achter gaat drukken, dan komt pas die naald eruit. En hoe verder jij het pistool indrukt, hoe meer verf dat hij geeft. Ik heb ooit nog eens een keer in de verloren uurtjes een keer wat geairbrushed voor de lol. En dan moest je altijd ook gewoon dezelfde hoeveelheid verf regelen, niet met een aanslag. Dezelfde kleur als het eigenlijk van Kijk, daar is echt nieuw. Dat is mooi. Ja, mooi hè? Zeker weten. Ziet er weer tip-top uit. Ja, nou nog gauw verf op die onderstellen spuiten. Dat moet vandaag eigenlijk ook nog even lukken. Dus ik was nou nog bezig met de naaldenbikkamer. Gauw de verf eraf kletteren. Ja, en dan verf er tegenaan kletteren. Ja, dat werkt voortreffelijk hè. Die grondverf spuiten, zegt dat is fijn. Ik kreeg net te horen dat de koeien aan het dachten waren. Maar... Nog meer mooie spulletjes. Een zaklampje met magneten eraan. Dat is echt super handig. Die hebben wij
We hebben van zulke soort zaklampjes, die hebben echt heel veel gebruikt in de tank. Erg handig, want een tank is bijna alles van staal, dus je kunt ze ook overal ophangen. Dat is wel prettig. Even kijken. Waarschijnlijk moet het nog wel eerst opladen, denk ik. Even kijken. Oh, nee, hij doet het al. Oh. Ja, mooi. Hé, hey, maar dan kun je hem gelijk gebruiken. Is goed is dat. Plop, een magneet. Dit is wel fijn. Je kunt hem nog richten ook zo. Kijken. Ja. Kijk. Dat is niet gek. Oh, ja, dat is fijn, hè. Dat zie je tegenwoordig eigenlijk bijna altijd, hè. Gewoon USB-voeding. Dat is praktisch. Oké. Okay. Hey, maar hij doet het al. Dus we gaan gelijk verder daar. En als hij daar leeg is, dan gaan we hem dan wel opladen.
Een beetje meer slijpen. Zo. Nou, dat is beter. Alleen dit nog een beetje weg. Nou, gelijk de motorsteunen even testen. Hopen dat ze niet een beetje uitbuigen, dat zou wel jammer zijn. Nou, ik denk ermee valt. Oh. Steunen zitten er nog aan. Ja? Zie, de steunen zitten er nog aan. Ja, ik zit even te kijken of hij op zijn kop zou willen gaan hangen. Nou, denk ik niet. Ik denk dat ik wel hoger kan hijsen. Pas op hoor, als je niet gaat sweepen. Volgens mij gaat het wel. Ik denk gouden verf spuiten bij en die onderkant spuiten. En dan komt er een beetje poep uitgevallen. Met een hamer tegenaan kloppen, dan valt alles er nou al uit. Ja, het zal wel goed zijn. Eén onderstelletje gespoten vandaag. Ja, ga even een ding aanzetten. Ja, dat kunnen we gerust doen, door een zeef gieten. Ja, dat is weer duidelijk een half bivoertuig. Zie je wel. Er zit ook wel keurig overal water in. Zo. Voilà.
Ziezo, nou, het eerste frame staat bijna helemaal in de grondverf. Tenminste, staat, ja, hier, daar zit nog een beetje. Een paar hoekjes waar ik nog niet bij kan. Ik moet hem dadelijk nog een keer helemaal vlak zetten. Dat hij op de grond staat, dat ik de achterkant nog goed mee kan pakken. Maar ik laat hem eerst zo eventjes drogen. En dan, ja, misschien dat ik dan vanavond ook deze nog maar gauw spuit. Het is toch ook weer droogtijd, hè. Verf moet ook drogen. En als we nou allebei die frames mooi in de verf hebben staan, in de grondverf, kunnen we morgen al een deel beginnen te assembleren. En dat is natuurlijk een mooi werk. Ja. Oké. Okay. Hey, Paul. Ja. Bedankt voor de hulp vandaag. Ja, graag gedaan, hè. Dus, was weer leuk en gezellig. Dus, Zeker weten. Ja, en we hebben lekker opgeschoten, hè. Ja, de motorblok afgespoten nog. Ja. Een boel velgjes, want ik zag daar al een hele stapel velgen die gestraald zijn. Ja, tussendoor iedere keer weer even stralen. Ik had gehoopt dat ze vrijdag al af waren, maar helaas. Ik heb de druk een stuk lager gezet, ja, van een straalkast. Dat werkt veel beter, hè? Dat scheelt ontzettend, ja. Ja, dat is echt een goeie. Ja, die druk die is ergens een keer in heel eind opgeschroefd en wordt niet per se beter. Je hebt vooral heel veel flow nodig voor een straalkast, maar die druk eigenlijk niet zozeer. Juist door die druk gaat het veel harder stoffen en dan zie je eigenlijk niet meer wat je doet. En nou is het wel een stuk beter, dat is prettig. Ja, inderdaad, wieltjes, daar hebben we ook nog glaswerk aan, hè. Godverdikke. Oké, het begint al een beetje spannend te worden, hè. We hebben echt nog maar een week en dan moet hij rijden. En nou, hier, kijk dan, we hebben gewoon nog een kaal frame liggen hier, wat nog niet eens in verf staat. Er moet nog, de toplaag moet er nog overheen. Dus we hebben echt nog wel wat werk te doen. Oké. Hey, mensen. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende. Houdoe.